Rosdi Asiente, ja, bij FC Zwolle het eerste seizoen. Hoe bevalt het tot nu toe? Goed zelfs. Ik heb het zelf niet verwacht. Ik ben goed opgevangen door de jongens, door de technische staf. Je merkt gewoon dat het een hele warme club is. En heb ik al meegemaakt bij PSV en bij Eindhoven, dus het voelt prettig aan. Ja, dus je bent warm binnengekomen? Ik ben heel warm binnengekomen en ben er heel blij mee, ja. Ik kom er gelijk thuis. Ja, twee Jupiler League clubs, Eindhoven, daar kom je vandaan. Wat is het verschil, Eindhoven-Zwolle, na zo'n weekje eerste training? Ja, je merkt gelijk al in de eerste training al de positiespel, de één keer, twee keer raken. Dat gaat allemaal veel sneller bij FC Eindhoven. En je hebt meer de goede spelers dan bij FC Eindhoven hier, dus. Ja, ga sneller bij FC Zwolle bedoel je? Sorry, maar excuus, bij FC Zwolle. Niet dat je sport dat ik boos moet worden. Maar ik bedoel bij FC Zwolle, dus ik ben er heel gecharmeerd van, ja. Ja, je staat vaak in de basis, dus je gaat voor een basisplaats? Ja, ik denk dat iedereen voor een basis. We hebben hier best wel een grote groep en de concurrentie is heel groot hier. En ik ga ook voor mijn basisplaats zoals anderen, dus. Ja, want dit soort oefenwedstrijden, dat zegt op zich niet zoveel, hè? Nee, maar goed, je moet wel alles eruit halen en je moet het publiek laten vermaken. En dat heb je denk ik wel gedaan. Ja, 3 wedstrijden, 40 doelpunten voor. Dat is wel goed, hè? Dus is niet verkeerd. Maar zoals u zegt, dat zijn amateurwedstrijden. Dus de week daarop komen de belangrijke wedstrijden eigenlijk. Die, ja, de eerste krachtmeting is aanstaande zaterdag. Ja, tegen een Poolse ploeg volgens mij. Of Warschau, ik weet niet. Ja, welke positie voetbal je het liefst? Het liefst, als de trainer zegt dat ik moet gaan keeper, dan keep ik zelfs. Maar met iemand excited, wil ik graag spelen. Maar het liefst speel ik gewoon op middenveld. Dat is mijn beste positie. Ja, je springt tot nu toe wel een beetje uit. Maakt leuke acties, geeft soms beslissende paasjes en af en toe ook een doelpuntje. Ja, daar ben ik over binnengehaald bij FC Zwolle. Om iemand voor de goal voor te brengen en voor te zetten. En een keer een doelpuntje meepikken. Ja, en dat lukt tot nu toe aardig. Ja, tot nu toe wel, maar het is een amateurclub. Dus ik weg niet zoveel haren aan eigenlijk. Nee, nou op naar het grotere werk. Poolse ploeg en dan komt nog Real Mallorca. Geen mij, de topklasse. Moet ook even kijken hoe het zit. En, we gaan eerst op trainingskamp. En ja, daar zien we dan wel. Joh. Eerst even wat teambuilding op Texel. Ja, inderdaad, hebt u goed gezegd. En daarna nog wat spelen. Nou, veel succes bij FC Zwolle. Dank u wel. Dank u wel.